Dit landschap kennen we allemaal. Het Zuid-Limburgse heuveland met zijn adembenemende vergezichten. Het mooiste stukje natuur van Nederland. Of beter gezegd, het mooiste stukje boerenland van Nederland. Want dat is eigenlijk wat we zien. Bepalen het beeld van het landschap. En boeren leven van het land. Dat is al eeuwenlang een gouden combinatie. Kunnen we dat zo houden in veranderende tijden? Voedselproductie in een kwetsbaar landschap heeft zo zijn beperkingen, maar biedt ook kansen. Hoe dan ook, om ons veelbezongen landschap in stand te kunnen houden, hebben boeren toekomstperspectief nodig. En dat is een mooie gezamenlijke uitdaging voor boeren, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden. Maar nu eerst terug in de tijd. Laten we eens kijken hoe het Zuid-Limburgse landschap eigenlijk is ontstaan. We staan hier in de buurt van IJsden. En we krijgen hier een heel mooi beeld van de hoogteverschillen in het Zuid-Limburgse landschap. En die hoogteverschillen zijn heel erg belangrijk geweest voor de geschiedenis van de landbouw, van de menselijke activiteiten hier. Als ik die kant op kijk, dan zien we aan het eind van dit veld dat het terrein steil afloopt naar beneden, naar het Maasdal. Als ik de andere kant op kijk, dan zien we daar een steile helling met bos. En daarboven ligt het plateau van Margraten. We zien dus een aantal treden in het landschap. Dat noemen we terrassen. En die zijn gevormd omdat het land in de loop van de tijd omhoog kwam en de Maas zich in een aantal stadia heeft ingesneden. Het lage gebied is altijd het meest aantrekkelijk geweest, omdat je dicht bij de Maas zat, transport, maar je had ook altijd water in de buurt. Het plateau van Margraten was vaak moeilijk om aan water te komen. Dat maakt dat die lage gebieden in de loop van de tijd het meest aantrekkelijk zijn geweest en eigenlijk 7000 jaar continu in gebruik zijn geweest door boeren. Terwijl die hoge gebieden, die hoge terrassen, die zijn af en toe helemaal buiten gebruik geraakt en als de bevolking weer groeide, dan werden ze weer opnieuw in gebruik genomen. Een periode dat die terrassen in gebruik zijn geweest was de Romeinse tijd. Toen heel Limburg intensief werd gebruikt om graan te exporteren naar de Romeinse forten aan de Rijn. Zuid-Limburg in de Romeinse tijd. Deze reconstructietekening heeft het Heerlense Thermenmuseum laten maken op basis van historisch en archeologisch onderzoek. Wat we hier zien is de rand van de Romeinse stad Coriovallum, die onder het huidige Heerlen ligt. Dus we kijken hier eigenlijk naar Romeins Heerlen en de randzone. Want de Geleenbeek, die hier stroomt van noord naar zuid, dat was de grens aan de westkant van die stad. En we zien hier een Romeinse weg, een verharde hoofdweg, die wij zelf de Via Belgica hebben genoemd als archeologen. Die zie je hier lopen en die gaat dus over de beek heen en dan gaat die in de richting van Valkenburg, Meersen, Maastricht. Wat we ook zien is dus hier de vlakte van Voerendaal, waar het heel erg nat is, heel vochtig is, maar daar hebben ook grote Romeinse landerijen gelegen. En dan hier links, daar zie je de Kundeberg. Uit die tijd zijn in Zuid-Limburg heel wat gereedschappen gevonden voor de productie en het verwerken van voedsel. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de Romeinen een soort oogstmachine gebruikten om het graan binnen te halen. En ook al ver voor de Romeinse periode hadden zich in Zuid-Limburg boeren gevestigd. Je moet je voorstellen dat eigenlijk al vanaf 5000 voor Christus hier boeren zaten vanwege die gunstige lusgrond. Maar en dat gaat dus eigenlijk zo door tot aan de late ijzertijd. Dan wonen hier Keltische stammen, de Eburonen wordt dat dan genoemd. Maar die wonen heel verspreid door de regio. Het zijn hele kleine nederzettingen en eigenlijk zijn die allemaal zelfvoorzienend. Dan komen de Romeinen, die walsen over de Eburonen heen. En eigenlijk vegen ze hier ook het landschap leeg. En daarmee komt dat landschap eigenlijk helemaal open te liggen. En dan komen er vervolgens nieuwe bewoners. Keizer Augustus zelf, die heeft allemaal stammen, Germaanse stammen van de andere kant van de Rijn,
hier naartoe gehaald en die vestigen zich in dat landschap. Maar Augustus had daar ook een doel mee, want wat ik al net zei met de soldaten die aan de rijksgrens gingen zitten, dat waren een heleboel soldaten. Alleen in de nabije omgeving van Heerlen waren er dat zo'n 18.000. En die legereenheden moesten natuurlijk eten. Zuid-Limburg veranderde in relatief korte tijd van een dun bevolkt en dichtgegroeid gebied met kleine boeren naar een open landschap waarin georganiseerde voedselproductie op gang kwam. Maar die surplusproductie, zoals we dat dan noemen, dat had dus nog een heel belangrijk effect. Want die voorheen zelfvoorzienende boeren, die kregen plotseling geld in handen. Want het leger kocht dat graan op. En die kocht niet alleen het graan op, maar die kocht ook bijvoorbeeld runderen en varkens. Romeinen hielden vooral van varkensvlees. Maar als je kijkt naar een Romeins legionair, hoeveel leer die wel niet in zijn uitrusting heeft. Dus er was ontzettend veel leer nodig. Dus koeienvellen, varkensvellen. Wat dacht je van kleding? Hè? In die tijd had je nog geen katoen, dus alles was van wol gemaakt. Dus er waren ook ontzettend veel grote hoeveelheden wol nodig. Want ja, de Romeinen die warmere klimaat gewend waren, die zaten het natuurlijk wel, hadden het wel heel erg koud hier in de winter. Zoveel produceren en ook nog zorgen dat het allemaal op de goede plek terechtkomt, gaat niet vanzelf. Hoe hadden ze dat nou geregeld? De Romeinen hadden al een kadaster en die legden dus keurig netjes ieders eigendomverhoudingen vast. En dat zie je hier ook dus heel erg mooi. Je ziet zo'n akkertje en dat is keurig met een greppeltje is de grens van die akker aangegeven. En je ziet het hier ook. En daarmee zie je dan dus dat landschap plotseling hoekig wordt. Want om goed te kunnen meten, maak je een rechthoekig perceel en dan kun je de vier hoekpunten inmeten. Aan de Romeinse bloeiperiode kwam vanaf het midden van de 4e eeuw geleidelijk een einde. De hoger gelegen delen van Zuid-Limburg verarmden het eerst. Pas rond 1100 kwam daarin weer een kentering. Na de Romeinse tijd is dit gebied weer helemaal onder bos geraakt. De bevolking is heel sterk afgenomen in aantal, economische crisis. En dan worden die slechtere plekken, die plateaus, verlaten en trekt de bevolking zich terug in die lage gebieden. Dus op die plateaus moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Rond 1100 kwamen ze hier aan, zijn ze begonnen om dat bos te kappen. Dat er bos stond, dat kun je zien aan plaatsnamen bijvoorbeeld. Banholt wijst op een hoog opgaand bos. Eckelrade, Herkenrade, Rade is het bos kappen, raaien, rooien. Dus dat is ook bos wat men eerst moest opruimen voordat men akkers kon gaan aanleggen en boerderijen bouwen. En heel langzaam ontstaat dan het landschap zoals we dat nu kennen, met de vestiging van boerenbedrijven, waarvan sommigen een flinke omvang kregen. Kenmerkend voor de oude agrarische samenleving van Zuid-Limburg is dat er hele grote verschillen bestonden tussen aan de ene kant grote, echt grote boerderijen en aan de andere kant hele kleine. Die grote, dat waren boerderijen die 50, 60 hectare hadden. Pachtboerderijen, vaak eigendom van een klooster of van een kasteel. Daarnaast had je de kleine boerderijen die bij elkaar stonden in een dorp. Die mensen waren wel eigenaar van hun boerderij, maar konden er niet van leven. Die grote boerderij, dat was een pachter. Dat was een gevierde man, een grote man in het dorp. Maar als hij iets fout deed, werd hij van zijn bedrijf afgetrapt. Maar je kunt je dus voorstellen dat die maatschappij behoorlijk ingewikkeld in elkaar zat. Je ziet dat nog steeds in het landschap terug. We staan hier bij de IJzerhof en dat is een heel goed voorbeeld van zo'n hele grote boerderij die al in de middeleeuwen wordt genoemd. Die omringd wordt door hele grote kavels. Je ziet hier aaneengestoten stukken land. Terwijl aan de andere kant daar het dorp, IJs, daar liggen kleine boerderijtjes die vroeger 5 hectare hadden, verdeeld over 10 percelen. Heel versnipperd. Dat verschil tussen die twee soorten landschappen, dat is heel prominent in Zuid-Limburg en nog steeds te herkennen. Het Zuid-Limburgse landschap heeft dus een heel bijzondere historie. Wel beschouwd is er in de duizenden jaren die achter ons liggen maar één constante factor geweest die het beeld van Zuid-Limburg heeft bepaald. De behoefte aan voedsel en de wijze waarop boeren daarin voorzagen. En dat is heden ten dagen eigenlijk niet anders. We hebben hier een akkerbouwbedrijf op een oude karreeboerderij met gewassen van aardappelen, suikerbieten, wintertarwe. En brouwgerst. Ik heb hier 75 hectare rond de boerderij liggen. Dat moest toch met het grootschalige van de rest van de wereld voor toch te kunnen produceren wat de markt vreugd. De gewassen wisselen jeker jaar af, dus dat is immer een jeker jaar een wisselend landschap. Want dat is de laatste decennia wel veranderd. De bewuste zorg voor het kenmerkende heuvellandschap.
Met daarin ook hele speciale landschapselementen, zoals scheerheggen, fruitboomgaarden, holle wegen en grachten. En sommige van die typische landschapselementen, zoals de boomgaarden en de scheerheggen, zijn nog geen anderhalve eeuw geleden ontstaan. We staan nu in het landschap in de buurt van Vaals. Dat lijkt een landschap wat al heel lang hetzelfde is gebleven, maar dat is niet zo. Na de landbouwcrisis van 1880, toen de graanprijzen waren ingestort, moesten de boeren hele andere dingen gaan doen. In deze omgeving van Vaals zijn ze zich gaan richten op melkvee, melkproducten voor de stad Aken. En als je koeien gaat houden, dan moet je ook zorgen dat er perceelsgrenzen zijn, dat die koeien niet van je land af kunnen. Dus er is in hele korte tijd een nieuw heggenlandschap aangelegd. Ik vind het landschap en de omgeving, hoe in verwerken, vind ik ook erg belangrijk. Die hoogstamboom hier op de achtergrond, die hebben eigenlijk nu geen functie meer. Vroeger was dat wel een belangrijke bron van inkomsten. Maar nu is het eigenlijk alleen maar als functie voor het landschap aan te kleien en voor beschutting voor de koe als het heel erg warm is, zeg maar. En we willen onze nieuwe boerderij eigenlijk ook goed inpassen in het landschap. En daarvoor hebben we voor de laatste jaren nog veel nieuwe hoogstamboom en knip- en scheerheggen aangeplant. Een andere activiteit die boeren in die tijd zijn gaan doen is fruitteelt. Ook heel belangrijk geworden en heel belangrijk gebleven. Het is nog steeds heel belangrijk in Zuid-Limburg. De perenbomen passen ook bijzonder mooi in het landschap. Zeker ook met de prachtige heggen eromheen. Het is, de vergezichten van de akkerbouwen is mooi. Maar af en toe een fruittuin met een prachtige heg eromheen is ook. En het breekt ook een beetje in het landschap. En als je fruitteelt hebt, dan kun je ook lokale verwerking gaan doen. Er zijn 100 stroopkokerijen in Zuid-Limburg geweest. Er zijn veilingen geweest. Kortom, rond 1880 is de landbouw in Zuid-Limburg fundamenteel van karakter veranderd. Zoals dat altijd is geweest, zal het Limburgse landschap ook in de toekomst nauw verbonden zijn met voedselproductie. De Zuid-Limburgse boer blijft daarin een beeldbepalende rol vervullen. Ja, de boeren hebben eigenlijk meerdere gezichten, vind ik, in Zuid-Limburg. Aan de eerste kant zijn ze natuurlijk een economische factor op zich, hè, als bedrijfstak. Ze maken economie. Het tweede gezicht is dat ze landschap maken. Hè. Ze maken dat uitzicht wat de gasten aantrekt, wat eigenlijk ook het imago is van Zuid-Limburg. Wij noemen dat in ons vak visuele differentiatie. Dat wordt vooral gecreëerd door de boeren. En ten derde zijn de boeren met name in het Heuvelland ook nog toeristische ondernemers aan zich. Dus ze zijn ook ontvangers en betruiers, zoals de Duitsers zeggen, van gasten. Nou, hier zijn we dus in een van de vier gasten verbleven, van een van de vier boerderijlofs. Zoals je ziet, het is een volledig appartement met een keukenblok en natuurlijk een bed en een bad en douche. En dat hebben we nu sinds anderhalf jaar, sinds 2011. En hier ontvangen we dan de gasten die lekker een paar dagen naar Maastricht komen om enerzijds te relaxen, maar ook lekker de stad en de omgeving te verkennen. De gasten zijn hier vaak aangenaam verrast, omdat ze zijn weg een weekendje of een midweekje weg. Maar ze zijn van hier zo het Heuvelland in. Morgen een mum van tijd stonden ze in het centrum. Ik bedoel, ze horen zich in de fiets van ons en dan 10 minuutjes en ze zijn in het shoppen en het terrasje pikken. Ze kennen eigenlijk alle kanten op. In Zuid-Limburg zijn nog heel wat voorbeelden bewaard gebleven van pareltjes in het landschap die gedurende vele duizenden jaren zijn ontstaan. We staan hier bij het gehucht Mamelis. En Mamelis, dat is nou typisch zo'n dorp zoals dat al voor 1000 in deze buurt lag. Dicht bij de beek, goede graslanden aan de beek. Dan de boerderijen, grote boerderijen, een paar kleintjes van vakwerk. En dan daarachter loopt het terrein op, een bouwland. Een heel bijzonder dorp, omdat je hier zoveel verschillende dingen van het Zuid-Limburgse landschap bij elkaar kunt zien. En een van de hele bijzondere dingen is deze voorde. Een voorde is een doorwaadbare plaats. We kennen dat nog in plaatsnamen, Amersfoort, Bredevoort. Maar intussen kennen we de situatie nauwelijks meer in Nederland. Overal zijn ze vervangen door bruggen. Behalve hier in Zuid-Limburg zijn er nog een paar over. En dit is een van de mooiste. Hier kun je dus nog steeds de boer met zijn trekker door de beek zien rijden. We zien hier een aantal grachten. Dat zijn terrassen. En hoe die ontstaan zijn, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar als je op een helling een heg aanplant, dan zul je zien dat er onder materiaal wegspoelt en daarboven het materiaal tegen de heg aan blijft liggen.
Dus je krijgt dan vanzelf een terras uiteindelijk. Aan de andere kant het woord graft, wat hier in Limburg gebruikelijk is voor die terrassen, dat zou er ook op kunnen wijzen dat het nog net iets meer aangelegd is. Het woord heeft verwantschap met graven. In ieder geval is het een oude manier om erosie tegen te gaan. En we zien ook dat dat aan de Nederlandse kant, dat is het gebied links van die bomenrij, nog heel aardig functioneert, hoewel die grachten het wel moeilijk hebben. Ze zijn niet goed bijgehouden. Aan de rechterkant van die bomenrij, dat is op Duits gebied, daar zijn ze weggehaald. Daar zie je ze als treetjes in het grasland nog een heel klein beetje terug, maar zijn ze verder niet meer aanwezig. Dat betekent dat als je aan de Duitse kant bouwland zou leggen, dat je grote erosieproblemen krijgt. Veel boeren hadden land, hooiland bij de beek, maar ook wat bouwland tegen de helling en land hoger op het plateau. En er moesten dus verbindingen tussen zijn. En wat neem je dan als verbinding? Dat is weer zo'n natuurlijke route die het water al volgt, een waterloopje. Dat is een geleidelijke opgang naar boven. Als je die als weg gebruikt, dan slijt die ook verder uit. En het resultaat is een van de meest typerende landschapselementen van Zuid-Limburg, namelijk de Holleweg. De boer is onmisbaar in het landschap. Net als elke andere burger koestert hij zijn unieke omgeving. Hij is er opgegroeid en op de boerderij gaat die verbondenheid vaak vele generaties terug. Boeren houden van Zuid-Limburg. Tegelijkertijd hebben ze een toekomstbestendig perspectief nodig. Een onrendabele agrarische sector kan op den duur het landschap niet in stand houden. En daarvan zullen dan ook het toerisme en de recreatie de gevolgen ondervinden. Dus er zijn heel veel belangen vanuit het toerisme en ook vanuit de landbouw. We zijn eigenlijk met elkaar, de landbouw en het toerisme, heel specifiek in dit gebied, twee met elkaar communicerende vaten. Als het niet goed gaat met de landbouw, krijgen wij gelijk de klappen en omgedraaid. Als het niet goed gaat met onze sector, gaat de landbouw dat ook voelen. We zijn heel strak met elkaar verbonden, of schoon niet iedereen zich dat nauw beseft. Natuurlijk is Zuid-Limburg geen landschap om ontzettende veel kilo's te produceren. Dus als het de kerk een beetje in het midden moeten houden, dan zal ze natuurlijk ook commercieel die bedrijf relevant moeten houden. Maar een heel goed product afleveren, vooral een ontzettende goede bodemstructuur, de lusgrond, bewaart de peren ontzettend goed. En we moeten het niet van de massa hebben, maar van de kwaliteit hebben. Mijn ouders die houden hier bij Rob in Eesde een bedrijf in de bebouwde kom. En er waren eigenlijk voor mij geen ontwikkelingsmogelijkheden mee. Voor daar weer te groen en uit te breien, wat eigenlijk toch noodzakelijk is, ook in de melkveehouderij. En daartoe zijn we erg blij dat we een aantal jaren geleden de vergunning van de gemeente en provincie hebben gekregen om hier in het midden van onze huiskavel een nieuw melkveebedrijf te bouwen. We hebben van oorsprong worden dus een gemengd bedrijf met dieren. We zaten hier vlakbij de stad Maastricht. Maastricht breidt uit. We zien daarachter Lanaken liggen met een industriegebied wat groeiende is. Dus grond, toch een heel belangrijke productiefactor voor de landbouw, is gewoon beperkt. Vandaar dat we met ons bedrijf niet gekozen hebben voor schaalvergroting, waar we de meeste op inzetten, maar juist voor het opzoeken van niches. En een van de niches is de boerderijlofs, omdat we kort bij de stad Maastricht zitten en ook bij een mooi boetegebied. Een ander is de intensievere teelt, onder de asperges, met rechtstreeks de verkoop aan de consument. Daarnaven hebben we telen van nog akkerbouwmatige gewassen, zoals erappelen, uien en bijvoorbeeld brouwgerst voor de gulpener. En een ander ding hoe we dat nu met een veranderen zien is dat we omschakelen naar biologisch. Eten en leven van het land. In het Heuvelland zijn er beperkingen waarvan boeren zich terdege bewust zijn. Maar er zijn ook kansen. Wat mijn droom zou zijn is dat wij die miljoenen gasten, ruim 5 miljoen Nederlandse gasten die hier komen per jaar, dat we die ook echt laten eten van ons landschap. Echt van dat wat onze boeren maken. En voor de toekomst hoop ik, de toekomst 10, 20 jaar, dat we daadwerkelijk erin slagen onze eigen melk, ook in een pak van Zuid-Limburg,
ons eigen fruit, onze eigen granen, alles ook aan onze gasten te kunnen serveren. Want dat is wel een trend dat steeds meer gasten dat ook willen. Eten van het land beleven. En ik zie daarin een kans voor een verdere verdieping van de samenwerking tussen landbouw en toerisme. Waarbij je inderdaad daadwerkelijk zo'n beetje een eenheid gaat worden. Ik zie de toekomst positief in. Op deze manier we van nu akkerbouw teelten, op deze duurzame manier. Want we moeten toch zorgen dat we de wereldbevolking in de toekomst moeten voeden. Want anders komt er toch een tekort aan voedsel op de wereld. Het is, in Zuid-Limburg is het prachtig om het fruit te telen. Ook, het is ook prachtig om het hier zelf te vermarkten via een kleine fruitwinkel. Ook via de restaurants en via de hotels. En natuurlijk een rondleiding en 's winters een snoeidemonstratie naar de lui van de omgeving te geven. Dat is ook prachtig. Zelf ermee bezig zijn, zelf die uitstraling hebben. En zelf ervoor zorgen dat de mensen het product wat stichtteels prachtig vinden en met trots moesten die uitstraling hebben. Zuid-Limburgse boeren zijn onderworpen aan dezelfde marktwetten als welke andere boer ook in Nederland. Hun bedrijf heeft ontwikkelingsruimte nodig, juist ook om het landschap in stand te kunnen houden. Tegelijkertijd gaan overheden, burgers en maatschappelijke organisaties het buitengebied waarin zij hun brood verdienen steeds meer zien als publiek eigendom. Boeren willen die verantwoordelijkheid graag delen. Iedereen tot in de lengte van jaren laten genieten van het veelbezongen Zuid-Limburgse heuvelland. Hoe gaan we samen om met de beperkingen en met de kansen die het landschap biedt? Hoe maken we van op het eerste gezicht uiteenlopende belangen juist gemeenschappelijke belangen? Samen de balans zoeken, telkens opnieuw. Daar gaat het om. We kunnen daarbij veel leren van het verleden. Van de consistente historische lijn van voedselproductie in een zich ontwikkelend landschap. In een geschiedenis waarin zich telkens nieuwe, soms ingrijpende gebeurtenissen voordeden. En eigenlijk, als je dan kijkt naar hoe vandaag de dag de boeren het landschap gebruiken, dan is dat niet zo gek veel anders. Dezelfde principes gelden als je boeren in die tijd en boeren nu, dat is eigenlijk dezelfde principes. En je ziet dat dat eigenlijk dan dus een hele mooie continuïteit geeft over 2000 jaar. Uit het verleden leren we ook dat de toekomst niet wordt zoals die vroeger was. En daarbij lijkt het de laatste decennia juist alsof het tempo van de veranderingen veel sneller gaat. Dat maakt de noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven over kansen en belemmeringen alleen maar groter. Mijn pap heeft eigenlijk nog de ganse geschiedenis met gemak. Van vroeger met de hand meedeken, wie er jong was, van machinaal meedeken en nu helemaal volautomatisch. Door al die kleine onderdelen van ons bedrijf, zeg maar, kunnen we toch een boterham verdienen in dit mooie landschap. En zien we toch ja, eigenlijk weer een gemengd bedrijf, alleen op een iets andere wijze dan wie dat 40, 50 jaar geleden was. Je ziet de glooiingen, achter zie je het akkerland, de weilanden met de koeien. En ja, heel veel gasten die hier komen, die zeggen, oh, wat een prachtige natuur. Maar als we heel eerlijk zijn, is het natuurlijk vooral het boerenland waar we naar kijken.